per jaar een open dag en er zit altijd een thema aan vast. En dit jaar is, we hebben een nieuw product, zeg maar, dat heet Kopen op Kleur. Heel veel mensen hebben bij ons een kleuradvies gehad. Wat hebben wij nou gedaan? We hebben het gewoon praktisch gemaakt en gewoon gezegd, je komt bij ons in de winkel, alles hangt al op je kleur. Je leert ons dingen, of mij heb je nu dingen geleerd waarmee ik verder kan. Ik vind het geweldig om te zien dat een paar kleine dingen, er staat in één keer een andere vrouw. Nou, als kind vond ik het al prachtig om de hoeden van mijn Beppe te dragen. En dat is altijd gebleven. En ik dacht, de hoeden maken, dat is een mooi iets. Dus vandaar dat ik daarmee ben begonnen. Ik heb een ontwerp in mijn hoofd zitten natuurlijk. En dan ben ik met het materiaal bezig. Maar ja, dan hou je het net even iets anders vast. Of je draait het even een beetje. En dan ontstaat er weer iets anders. Wat misschien nog mooier is dan wat je in je hoofd had. Is je neus lang of is hij kort? Ik werk al 12 jaar eigenlijk met Nelleke Mulder. In het begin heb ik van haar veel kleuren geleerd. Dus het is, ik heb veel van haar geleerd. Dus zij het technische weer van mij. Dus dat vult elkaar heel leuk aan. Komen heren hier ook voor kleuradvies? Onvoorstelbaar veel de laatste tijd. En dat is natuurlijk ook omdat het veel met bedrijven is. Hè. Steeds meer banken komen hier, verzekeringsmaatschappijen, huisartsenpraktijken. Nou, daar zitten natuurlijk mannen bij. Maar ook ondernemers, die hebben zoiets van, goh, ik ben ondernemer, maar je verkoopt toch altijd eerst jezelf en dan pas je product. Dus uiteindelijk voor zelfs die ondernemer is het belangrijk hoe die zichzelf presenteert. Dus welke kleding heeft hij aan, welke kleuren heeft hij aan, hoe wil die overkomen, toegankelijk of juist afstandelijk. En dat zag je dan met die hele kleine tips, kan je al zien van wat het een doet en wat het ander doet. En ja, dat is mijn vak, het leukste wat er is.